en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe make-up tutorial. Ik heb weer vandaag een full face met niks nieuws video. Dit soort video's heb ik al een aantal keren op mijn kanaal gemaakt. Dus als je die al hebt gezien, dan weet je al waar de video over gaat. Voor de mensen die het niet weten, een full face met niks nieuws is gewoon letterlijk wat de titel zegt. Ik ga me opmaken met alle make-up die ik al heb. Waarom maak ik dit soort video's? Om mijn make-up een beetje op te maken en om wat andere make-up ook weer terug te brengen op mijn kanaal. Die ik misschien al een tijdje niet heb gebruikt. Of make-up die al bijna op is, die kan ik dan nou eventjes wat vaker gebruiken om het echt helemaal op te maken. En dat is ook weer super satisfying. Ik heb vooral een review kanaal, dus ik laat altijd vooral de nieuwste van de nieuwste make-up zien. Dus het is leuk om gewoon weer een beetje, ja, wat oudere en nieuwere make-up te zien. Want ik mix het altijd een beetje. En ook maak ik altijd hele heftige looks bij dit soort video's. Ik ga vandaag ook weer echt een hele heftige kleurrijke look maken, zoals je ook hebt gezien op de thumbnail. Dus ja, dat is wat we gewoon vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, ik praat weer lekker snel. Okay. Mijn gezicht is echt super bruin en oranje. Ik heb een beetje overdreven. Ik heb gisteren van die bruiningsdruppels in mijn dagcrème gedaan. Alleen, ik heb iets te veel gebruikt en nou is mijn gezicht helemaal zo overdreven bruin. Zien we dit? Hallo, focus. Waarom focust de camera niet? Kijk, mijn gezicht is nou helemaal zo overdreven bruin, ook vergeleken met mijn nek. Dus we gaan gewoon snel een beetje make-up erop smeren om het te verbergen. Ondanks het feit dat ik vandaag voor een super super heftige ooglook ga, ga ik toch eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up. Ik ga mijn gezicht primen. Ik ga mijn gezicht primen met de Milani Rose Primer. Ik ben al een tijdje op een missie om hem op te maken, want hij is bijna op. En volgens mij is hij ook niet meer te koop. Dat weet ik niet 100% zeker, maar laatst was ik ernaar op zoek en kon ik hem niet vinden. Dus volgens mij is hij ook gewoon niet meer te koop. Dus ik wil hem eventjes opmaken, want hij is wel super fijn. Dus deze is echt ideaal, vooral voor mensen met een droge huid. Omdat hij echt heel erg hydrateert. En dan gebruik ik ook nog mijn e.l.f. Party Primer voor de Porian. Ik weet niet wat het is, maar altijd zodra een product bijna op is en ik wil hem gaan opmaken, dan doet hij er super lang over om op te gaan. Terwijl driekwart is gewoon opgegaan super snel. En al dat laatste beetje duurt ineens super lang. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien is het omdat ik er dan ineens op let of zo. Omdat ik het dan op wil maken, ga ik erop letten. Misschien is het dat. Maar het laatste beetje kost altijd een eeuwigheid voordat het opgaat. Als foundation gebruik ik mijn NYX Born to Glow Foundation in de kleur Neutral Buff. En ik gebruik mijn Morphe spons om het in te blenden. Fun fact, als iets opgaat, koop ik het eigenlijk bijna nooit meer opnieuw. Dat doe ik omdat ik gewoon heel veel make-up heb en ja, ik het niet echt per se nodig heb. Heel af en toe koop ik het wel opnieuw als het echt een product is die ik echt geweldig vind. Zoals bijvoorbeeld mijn MAC Fix Plus, die moet ik gewoon echt altijd hebben. Die heb ik al 100 keer opnieuw gekocht. De e.l.f. Concealer heb ik ook 1 keer opnieuw gekocht. De Make-up Studio Poeder ook. Alleen die heb ik gewoon 2 keer gehad in PR, dus daarvoor hoefde ik niet te betalen. Mijn NYX Brow Pencil ook al 100 keer opnieuw gekocht. Dus het is echt heel zeldzaam. Maar heel af en toe koop ik dingen wel opnieuw als ik ze gewoon echt super fijn vind en heel vaak gebruik. De Maybelline 24 Hour Foundation heb ik ook 1 keer opnieuw gekocht. Maar meestal als iets opgaat, is het ook gewoon klaar. Dan, ja, dan haal ik het niet meer opnieuw omdat ik al gewoon, ja, zoveel andere make-up producten heb die ook goed zijn. Als concealer gebruik ik deze Milani Conceal & Perfect Concealer in de kleur 130 Light Beige. Deze heb ik ook al heel lang en volgens mij is die ook al bijna aan het opgaan. Dus deze ga ik nou ook eventjes iets vaker gebruiken. Dit is een hele mooie glanzende concealer. Ik heb niet heel veel glanzende concealers. De meeste concealers zijn gewoon mat. Dus ik vind hem echt heel erg fijn, vooral met mijn droge huid. Ik hou er altijd van als mijn huid een beetje zo glanst. Mensen met een vettige huid zullen nou echt cringen. Die zullen nou echt iets hebben van, oh mijn god, nee, ik wil het juist helemaal mat hebben. Maar juist omdat ik al een matte droge huid heb, vind ik het heel erg fijn als er zo'n mooie glans over mijn gezicht zit. Niet te veel, het moet ook weer niet vettig lijken. Maar gewoon een hele lichte, natural glans vind ik altijd wel mooi. Dan is het tijd voor losse poeder. Ik ga in met deze My Skin Perfecto poeder van Essence. Deze is niet meer te koop, dat weet ik wel zeker. Dit is de kleur Teen Light. Maar hij is bijna op, dus ik wil hem nog eventjes snel opmaken. Kijk, zie je dit? Hij is echt bijna op. Dit was echt altijd zo'n fijne poeder. Jammer dat hij niet meer te koop is. Maar dit kleine beetje ga ik nog opmaken en dan kan ik hem wegblurren. En om mijn neus en mijn gezicht te contouren gebruik ik dit paletje van Revolution en ik gebruik deze kleur.
En dan een beetje MAC Fix Plus spray om het poederige effect weg te halen. Oh jongens, ik ben me echt mentaal aan het voorbereiden op de ooglook. Want dit gaat weer lekker heftig worden. En dit gaat weer heel veel tijd in beslag nemen. Voor de ogen ga ik mijn Morphe X James Charles paletje gebruiken. Een van mijn meest gebruikte paletjes. Of volgens mij is het mijn meest gebruikte paletje. Of dit paletje of de ABH Soft Glam paletje. Een van die twee is het meest gebruikt. Maar deze is echt super vaak gebruikt. Omdat hij gewoon elke kleur heeft voor elke make-up look die je ook wilt maken. Dus ik weet dat ik altijd gewoon goed zit met dit paletje. En de kwaliteit is ook gewoon echt heel erg goed. Dus deze ga ik gebruiken voor de ooglook van vandaag. Als je een hele heftige kleurrijke look gaat maken, is het heel erg belangrijk dat je je ogen primert met een goede oogschaduwprimer. Zodat de felle kleuren ook echt heel erg fel aanbrengen. Daarom ga ik mijn ogen nog primen met deze P. Louise primer in de kleur Rumor 01. Ik ga beginnen met de zwarte matte kleur. En daarmee maak ik de cut crease line met deze Zoeva kwast. Dit is nummer 317. Is gewoon zo'n hele dunne kwast. Ik wil zeg maar zo'n hele diepe donkere lijn hebben. Dus daarom begin ik met een zwart. En de look van vandaag wordt echt super smoky. Ook helemaal naar buiten toe. En ook met blush. Ik ga er helemaal iets heftigs van maken. Deze zwarte kleur is zo ontzettend goed gepigmenteerd. I love it. Dan ga ik in met deze felgroene matte kleur. Daarvoor gebruik ik deze kleine kwast van Morphe van de Sweet Oasis kwastencollectie. En die kleur ga ik zo aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. Een beetje zo. In mijn arcadeboog. Daarnaast breng ik een klein beetje aan van deze blauwe matte kleur. En dan ga ik voor deze paarse matte kleur. Zo, en dan ga ik nou al die kleuren een beetje uitblenden. Ik ga beginnen met deze felgele matte kleur. Met die kleur blend ik de groene kleur uit. Ik ga echt helemaal tot aan mijn wenkbrauw gewoon. Dan ga ik in met deze roze felle matte kleur. Die breng ik aan met deze platte fluffy kwast van Morphe. Ook van de Sweet Oasis kwastencollectie. En met die kleur ga ik een beetje de rest van de kleuren uitblenden. En dan pak ik ook weer een beetje van dat paars en dan breng ik die ook weer aan. En zo ga ik gewoon heel de tijd op en neer tot alles mooi in elkaar is geblend. En dan pak ik ook weer een beetje van die fel gele kleur. En die breng ik nog een heel klein beetje aan op de randen overal. Om alles een beetje een soort van gele gloed te geven. Dan pak ik deze donkere blauwe matte kleur. En met die donkere blauwe kleur ga ik een beetje schetsen over de zwarte lijn. Om het een klein beetje smoky te maken. Daarvoor gebruik ik deze kwast van Zoeva. Dit is nummer 226 Smudger Brush. En dan gewoon echt heel voorzichtig zo over die lijn gaan. Aan de bovenkant vooral. Kijk, ik heb het nou hier al uitgesmudged en hier niet zien. Het verschil hier is nog echt super strak. Terwijl hier is het een klein beetje smoky. Maar je ziet nog wel gewoon de strakke lijn. En dat is belangrijk. Dan ga ik de cut crease maken. Daarvoor gebruik ik deze witte basis van P. Louise. Dit is in de kleur 0. Is gewoon echt een witte kleur. En ik gebruik mijn NYX Cosmetics nummer 14 kwast. Dat is echt de perfecte kwast om een cut crease te maken. Dan pak ik deze witte matte kleur. En die witte kleur breng ik zo aan hier in het begin van de cut crease. Om de witte oogschaduwbasis te zetten en het mooie wit en egaal te maken. Dan pak ik weer de zwarte matte kleur en deze smudger brush. En dan ga ik hier zo een soort van zwarte lijn maken. Dan pak ik weer de paarse kleur met deze ronde kwast. En die ga ik zo een beetje eronder aanbrengen. En dan zo smudge omhoog richting het einde van de cut crease. Zoals ik al zei in het begin, alles gaat echt overdreven ver naar buiten, zeg maar. Die kleur breng ik dan ook zo aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik weer de fel roze kleur en daarmee ga ik er nog zo onder langs. En ik breng het ook helemaal tot aan mijn onderste wimperrand. En dan pak ik ook weer de fel gele kleur met deze grote fluffy kwast. En daarmee ga ik ook nog over de randen om het zo een mooie glow te geven in het geel. Kijk even dit, hoe leuk. Het is zo heftig, oh my god. Echt een prachtige, neutrale look dit. Dan ga ik weer verder met hier binnen. Ik pak de felgroene kleur. En die ga ik zo smudgen op de rand van die zwarte lijn. En dan pak ik ook weer geel. En die breng ik ook nog zo ernaast aan, naast de groene kleur. En dan pak ik ook weer de zwarte kleur om die een beetje terug te brengen. En zo ga ik gewoon heel de tijd in met alle kleuren om ze gewoon mooi in elkaar te blenden.
Dan doe ik ook nog een paars oogpotloodje van NYX Cosmetics in mijn onderste waterlijn. Dit is in de kleur Fierce Purple. Jongens, dit is echt zo heftig. En ik ga het allemaal nog heftiger maken straks met mijn gezichtsmake-up. I love it. Ik vind het echt super mooi. Het kostte super veel werk, maar het is heel mooi. Voor mascara gebruik ik deze Florence by Mills mascara. En als nep wimpers gebruik ik mijn TL3 Faux Mink Lashes van Tati Lashes. En dan kom ik zo bij dit. Daar ben ik weer. Deze wimpers zijn echt too much, maar heel deze look is too much. Dus ik vond het wel mooi bij elkaar passen. We gaan verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze hele mooie warme elf bronzer. Oké, dan is het tijd voor blush. Qua blush wil ik het heel heftig gaan maken. Ik wil echt een hele felle oranje kleur gebruiken als blush. En het helemaal zo uitsmoken naar hier bij mijn voorhoofd, hier bij mijn wang. En helemaal zo'n grote smoky effect creëren. Ik ga kijken of ik het al gewoon kan doen met deze Maxi Blush van Rimmel London. En anders ga ik gewoon mijn oogschaduw gebruiken. Dit is echt mijn meest oranje kleur. Dan pak ik lekker veel. En dan breng ik echt heel erg veel aan. En ik breng het ook helemaal aan tot hierboven. Nee, ik denk dat ik hem niet oranje genoeg ga vinden. Oké, jongens, ik ga gewoon in met deze oranje kleur. En misschien dat ik het hier en daar ook mix met deze echt hele felle. Juist, kijk, dit lijkt er al meer op. Gewoon een mooie, echte oranje kleur. Dan helemaal uitsmoken. En ook helemaal zo hier bij mijn voorhoofd. En dan pak ik ook een beetje van deze felgele kleur. Die ga ik een beetje mixen met deze kleur. Dus deze twee kleurtjes. Die breng ik aan met deze grote fluffy kwast van Boosty Shop UP21. En die kleur breng ik dan ook een beetje hier aan. Oh, ik moet wel echt meer geel gebruiken. Er komt amper iets vanaf. Oh my god, jongens, wat ben ik aan het doen? Ik ga stuk. Jongens, I love it. Ik vind het echt super leuk. Dan eventjes nog wat losse poeder hier om het strak te maken. Deze look begint echt steeds meer op een drag queen look te lijken. Dan is het tijd voor highlighter. Ik gebruik dit Living My Best Light Highlighter paletje van Beauty Bay. Deze heeft echt prachtige kleurtjes. En dan ga ik denk ik een beetje zo deze twee kleuren mixen en overal aanbrengen. Oké, dan als allerlaatste de lippen. Alles is al super heftig, dus ik hou de lippen gewoon nude. Als lippotloodje gebruik ik deze van Nabla in de kleur hashtag nummer 3. Ik ga het inkleuren met deze matte liquid lipstick van Fenty Beauty in de kleur een button. En dan ga ik er overheen met deze witte glitterige lipgloss van Be Creative Makeup in de kleur 001 Wanderlust. En dan als laatste fixing spray. Ik gebruik deze Ready Set Glow Halo Fixing Spray van W7 Cosmetics. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was dan de look voor vandaag. Wat vinden we ervan? Het is echt super heftig, maar ik vond het echt weer heel leuk om zoiets te maken. Dit zo met mijn gezicht, met mijn wangen zo heftig, doe ik eigenlijk nooit. Dus ik vond het wel weer iets extra leuks voor vandaag. Let me know wat je van dit soort looks vindt. Als je meer van dit soort looks wilt zien, laat me weten beneden in de reacties. Ik vond het weer super leuk om te doen. Dit soort make-up looks kosten altijd super, super veel moeite. Ik zit hier al bijna 2 uur, maar ik vond het gewoon echt heel leuk om te doen. En ik haal hier gewoon echt heel veel plezier uit. En ik vind het ook gewoon leuk om het jullie te laten zien. Dus ja, ik vind het echt heel leuk gelukt. Ook dit zo met de wangen en die highlighter, jongens. Oh my god. Kijk even die highlighter. It's echt too much. Heel deze look is echt too much. But I love it. Zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video en er weer iets van hebben geleerd of zo. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!